Ja, natuurlijk Vizzy hier weer. En vandaag een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. En dat zal Paul leuk vinden dat ik het helemaal zo uitspreek, die hele lange zin over hier op mijn kanaal. Want daar maakt hij me af en toe wel eens gek mee. Tenminste, hij maakt er geintjes over, dat ik het zo zeg. Dat doet hij wel vaker, Paul. Paul maakt wel eens vaker geintjes over mij. Maar dat even off-topic natuurlijk. Vandaag namelijk een huishoudelijke mededeling. En, ja, natuurlijk heel belangrijk, Black Ops 2 toernooi, want het gaat toch wel een beetje nu langzamerhand gebeuren, hè. Allereerst natuurlijk, de huishoudelijke mededeling, dat is namelijk de Dutch YouTube Gathering. Morgen begint die al in de jaarbeurs in Utrecht natuurlijk. Daar zal ik waarschijnlijk nu bij zijn, want morgen is het industriedag. Aanstaande zaterdag is natuurlijk de gewone dag, de community dag. Daar ben ik in ieder geval hoe dan ook zeker weten bij. En zal ik de hele dag zal ik lekker op de vloer rondlopen. En als het goed is ook nog eventjes bij Paul blijven onder zijn meet and greet sessies. Daar zal ik dan bij zijn. En tussendoor ook nog een uurtje bij NLG Minecraft. Bij Samal. Want voor de mensen die het niet weten, ik upload ook nog eens een keertje bij Samal. En ik hoor een beetje in zijn team, zal ik het zo zeggen. In ieder geval, ja, het is een beetje, ik ben zo'n aanhangsel. Ja toch, zo'n aanhangsel. En ik wil namelijk ook mee in Kingdom en zo. In ieder geval, daar zal ik dus ook bij zijn. En vind je het leuk natuurlijk om even met me te lullen, een fotootje maken, of handtekening te vragen. Moet je dat ook gewoon doen natuurlijk, want dan, dat is natuurlijk super leuk. Dat vind ik ook tof. En lekker natuurlijk tweeten naar mij die foto's, want dan kan ik lekker gebruiken natuurlijk van vlogs, hè. Want ik ben lekker een beetje op de vlogtour natuurlijk. Al loop ik wel behoorlijk achter nu. Maar dat komt eigenlijk door een beetje tijdnood en zo. En omdat ik veel tijd besteed aan mijn filmpjes de laatste tijd. Veel meer tijd in ieder geval met edit en zo. En niet dat ik pro ben of zo. Maar ik doe mijn best zeg maar om daar gewoon, ja, gewoon een beetje wat meer in dingen in te doen. Maar in ieder geval dus zaterdag de YouTube Gathering. Ik zou zeggen, laat even achter bij de comments of je daar natuurlijk bent. Dat is natuurlijk superleuk. Gaan we over naar gewoon het hele belangrijke gedeelte natuurlijk van deze commentary. En dat is natuurlijk het hashtag BO2 toernooi 2015. Want dat is de hashtag natuurlijk waar iedereen lekker mee moet gaan tweeten en zo. Dat jullie hyped zijn en weet ik veel. En misschien worden we net zoals 2 jaar geleden natuurlijk bijna trending topic. Dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Maar het Black Ops 2 toernooi, mensen vragen zich af, Chris, hoe zit het nou met loting en hoe zit het nou met de inschrijvingen en zo? Want ik ben nog niet helemaal klaar met de inschrijvingen. Maar hierbij de belofte dat ik binnen 24 uur iedereen gemaild heb. Als jij niet gemaild bent voor morgenavond 8 uur, hè, voor vrijdagavond 8 uur, dan moet je me meteen e-mailen. Zaterdag of zondag. Vanaf maandag telt dat in ieder geval niet meer. Want aanstaande maandagavond, hè, dan moet ik namelijk even de rest van de mailtjes verwerkt hebben natuurlijk, ga ik namelijk streamen. En dan ga ik namelijk de loting streamen voor het PS3 en de Xbox 360 Black Ops 2 toernooi. En dat zal gebeuren in ieder geval op mijn YouTube kanaal gewoon. En dan, dan weten jullie meer van hoe en wat en wanneer jullie spelen natuurlijk. Op het moment van het inspreken van deze commentary hebben we iets van 26 teams voor de Xbox. Er komt nog wat bij. En 44 teams voor de PlayStation 3. Nou heb ik ook tegen jullie gezegd van, hey, het is 32 teams, maximaal inschrijvingen. Ja, er zijn zoveel inschrijvingen. Ik heb nou zoiets bedacht samen met Erik van, want Erik doet natuurlijk mee, hè, Mystic Blue. Die doet mee met de livestream. Degene die, tenminste de 44 teams, dan moeten we zorgen dat het 32 teams wordt. En dat gaan jullie doen door middel van, sommige teams moeten voorrondes gaan spelen. Nou wordt dat geloot natuurlijk en zo. En dan hebben jullie gewoon nog geloof ik een maandje de tijd of zo om dat onderling een beetje uit te vechten. Want wie moet door moet gaan, hè. Dus gewoon even een potje tegen elkaar spelen. Dat in ieder geval daarover. Meer over trouwens vertel ik wel natuurlijk in de livestream, lekker uitgebreid en zo. En als ik ga loten, zie je ook meteen wanneer je moet spelen, welke datum, welke tijd en zo. Dus dat komt helemaal goed natuurlijk. Wat ook natuurlijk belangrijk is van Chris, wat heb je voor prijzen? Heb je wel prijzen? Want bij het vorige toernooi had ik prijzen, dat was een duel gewoon, hè, met de winnaars en zo. Nou, dat is niet helemaal van gekomen geloof ik, omdat diegene wilde dat ik iemand anders een duel ging doen en zo. Ja, dan dacht ik bij mezelf, ja, dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Voor dit heb ik echte prijzen. En hierbij wil ik ook echt
Activision bedanken voor de prijzen die zij ter beschikking hebben gesteld voor mijn toernooi. Het is niet zo dat ze sponsor zijn, maar ze hebben gewoon gezegd, weet je, ze hebben even op de zolder gekeken bij hun en zeggen, nou Chris, ik heb allemaal spulletjes voor je, geef het lekker weg in die stream, geef het lekker weg aan de winnaars en dan, ja, het is natuurlijk super tof dat je zo'n toernooi organiseert. Dus daar ben ik even super blij mee. Dus, hè? Laat het even achter natuurlijk bij de comments, omdat je er ook blij mee bent natuurlijk dat hun dat doen voor ons eigenlijk, hè? Zal ik het zo zeggen. Want wat heb ik voor prijs? Want ik wachtte wel natuurlijk eventjes met echt, zeg maar, het informatie doorgeven van de prijzen. Hè? Want ja, ik dacht bij mezelf, ja, als ik het nog niet heb, dan kan ik het ook nog niet, zeg maar, weggeven. Dat zal ik het zo zeggen. Wat heb ik? Dat is heel belangrijk. Ik heb het even hier een beetje achter me gesteld. Dus, nou, je ziet het daar niet liggen. Dat is juist de bedoeling. Maar ik heb in ieder geval postertjes. Dat is altijd leuk natuurlijk, postertjes. Ja, toch? Hier. Call of Duty Black Ops 3. Oh yeah. Black Ops 3 posters. Dus ja, wil je zo'n postertje hebben? Dan ja, moet je vooral mee gaan doen in de livestreams natuurlijk. Die op mijn YouTube kanaal dus worden gestreamd. Ja? Wat heb ik nog meer? Oh, Black Ops 2. T-shirts! Nou, dit is een elletje dan. Voor mij heb ik ook verschillende maten ook. Ik weet niet wat ik allemaal heb. Nee, ik heb voor mij, ja, ik heb daar al een hele doos liggen. Allemaal t-shirtjes in ieder geval. Want dit zijn in ieder geval. Is het nou Black? Ik maak gewoon een ding over. Is het nou wel Black Ops 2? We hebben nog een discussie over van de week. Toen ik met Paul mee was naar de Activision DLC Party. Van Destiny. Super vet ook. En voor mij is het een fucking vette t-shirt, toch? Of niet? Dit is wel vet. Ja, ik vind het wel vet trouwens. What the fuck? Nee, ik vind hem echt super cool, deze. Het is wel Black Ops 2 inderdaad. Voor de meeste mensen is het toch de beste Call of Duty die ooit gemaakt is. Maar ik vind hem wel vet, jongens. Kijk, ik vind hem echt vet. Ik moet even naar achteren. Ik zit altijd heel dicht op mijn beeldscherm. Maar ik kan natuurlijk niet anders op mijn bed. Maar kijk, ik vind hem wel super vet. Dus in ieder geval, die kan jij winnen. Krijgen gewoon zelfs dus. Wat heb ik nog meer? Xbox 360 Call of Duty Advanced Warfare. Gewoon 4 stuks. Nou, iedereen weet wel wat een Call of Duty kost. Dus het is gewoon echt een leuke giveaway natuurlijk. Advanced Warfare shirtjes. Zal ik even uitpakken. Pak dit allemaal, ja toch? Degene die je uitgepakt binnenkrijgt, die weet van, hé, hey, ik heb hem laten zien in dit filmpje. Oh, hij valt er gewoon uit zelfs. Wat is het? Kijk. Dit is een XL'tje toevallig. Lekker mijn maat dus. Advanced Warfare. Ah, ik vind wel Power Changes Everything. Nou, ja, oké. Nou, in ieder geval, shirtjes. Ja, toch? Wat heb ik nog meer? Oh ja, dat is ook leuk, denk ik, voor de mensen met de PlayStation 4 die Advanced Warfare hebben. Volledig DLC Season Pass codes. Gewoon voor alle 4 de DLC's die uitkomen natuurlijk. Er zijn er 2 uit natuurlijk. Maar ja, gewoon in ieder geval de code voor alle DLC's. Ik heb er 4 ter waarde van €60 per stuk. Jawel. Wat heb ik nog meer? Call of Duty Ghosts. En wat zijn dit? Dit zijn camera's. En het is echt. Ik heb er gekeken. Het is echt fucking vet. We kijken maar. Hoe dat eruit ziet. Ik weet nog niet hoe dat met elkaar zit. Maar iedereen. Misschien kennen sommige mensen het. Maar. Er zit echt zo'n Ghost logotje op. Het is echt super vet. Wel vet gedaan. En echt een bijpassend hoesje en zo. En een. Ja, koffertje gewoon. Dus dat is. Super vet natuurlijk. Dat kan ik allemaal weggeven. Wat heb ik nog meer? Oh, hoesjes voor telefoons. Voor Advanced Warfare. Alleen, ik weet niet welke mobiel het is eigenlijk. Maar misschien dat mensen het herkennen. Maar het is een kleintje in ieder geval. Maar wel super vet. Advanced Warfare hoesje. Wat heb ik nog meer? Oh ja. De prijzen voor de winnaars van het toernooi. Ik heb niet alles nog binnengekregen. Maar in ieder geval. 4 Advanced Warfare Turtle Beach headsets. Cool. En dat is voor de Xbox One. En die kan ook gewoon op de Xbox 360. Super cool natuurlijk. En welke ik nog moet binnenkrijgen. Dus ik moet nog even zoeken halen voor me. Is voor de PlayStation winnaars. Is hetzelfde headset als ik heb. De Turtle Beach. En dan ja, dan met de Call of Duty Ghost aan de zijkant. Ik denk dat het echt fucking tof is dat ik dat gekregen is. Jezus mensen, ik kan niet meer lullen. Dat ik het gekregen heb van Activision. En nogmaals bedankt daarvoor natuurlijk. Ja, wat meer. Ja, dat was het denk ik wel. Ja toch? Dat was het gewoon. We gaan het gewoon fucking gezellig hebben. Weet je? We gaan in die stream gaan we lekker lol hebben. Lekker fun hebben natuurlijk. En ja, het zijn natuurlijk 2 sessies op een dag. Hè. Zaterdag 2 sessies. Zondag 2 sessies. De 13e, 14e.
volgende maand, dan gaan we echt beginnen. En ik weet zeker dat we gewoon lekker met z'n allen gewoon hartstikke gezellig gaan hebben. Ik hoop jij nou ook natuurlijk. En vergeet natuurlijk een blauw duimpje achter te laten voor mij. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye. En misschien tot zaterdag.